Beter een goede buur dan een verre vriend, denken ze bij diversiteitsplatform Avanti Almere deze maand. De hele programmering staat in het teken van het contact tussen buren. Want hoe goed ken jij je buren eigenlijk? En hoe hecht is de band met de buurman of de buurvrouw? Drinken jullie samen een biertje bij de heg? Of zijn de ergernissen juist heel erg groot? Ja, we praten over goede en slechte buren met Veerle Korstens van Avanti. En Maxime Tevreden van Neighbors Kitchen. Een heel leuk buurtrestaurant in Almere Nobelhorst. Goedemiddag Veerle, we beginnen even met jou. Hoe belangrijk zijn de buren eigenlijk in ons leven, denk je? Nou, ik denk wel heel belangrijk. Ik denk dat... Ja, we kunnen er altijd een beetje grap over maken. Over gekke buren die te veel lawaai maken. Of die heel rottig zijn. Maar ja, als jij toch eventjes in nood zit. Je moet eventjes een heggenschaar lenen, bijvoorbeeld. Dan kun je bij je buren, klop je bij je buren aan. Als er even noodsituaties, je moet een kind eventjes. Dan bel je toch echt even aan bij de buren. Van wil je eventjes op mijn kind passen? En daarbij is het natuurlijk ook voor het dagelijkse contact. Je loopt even langs. Hoe vaak ik niet inderdaad een mevrouw naast me. Die dan staat dan altijd even de plantjes doen. Nou, dan maken we even een kletspraatje. Ja, dat is heel belangrijk, denk ik, dat dagelijkse contact. Ja, het belang is dus wel duidelijk. Maar waarom hebben jullie dit nou als thema gekozen voor het maandelijkse thema van Avanti om te bespreken? Nou, ik denk dat juist nu we in de tijd zitten dat veel mensen ook meer het belang zien, denk ik, van hun buren. Omdat andere mensen je misschien niet mag zien en je buren, ja, mag je ook niet dichtbij komen. Maar die zie je natuurlijk wel, want die wonen gewoon bij je in de buurt. En ik denk dat er veel mensen wel iets meer contact ook hebben met hun buren. Ja, het is gewoon als je wereld wat kleiner wordt door corona, dan ben je aangewezen op je naaste buren. Denk ik wel, ja. Maxime Tevreden van Neighbors Kitchen in Nobelhorst in Almere. Ja, jij bent misschien wel de meest ideale buurvrouw, want jij hebt altijd goede koffie staan en ook nog altijd iets lekkers klaarstaan. Je hebt zelfs het woord buren in je naam opgenomen. Was je daar eigenlijk snel over uit? Dat heeft even geduurd voordat ik eigenlijk hetgeen wat we zijn en wat we hier belichamen, voordat ik daar eigenlijk bij de naam kwam Neighbors. Het was eigenlijk zo simpel en zo voor de hand liggend, maar zo heten we eerst dus niet de eerste paar jaren. En later dacht ik, dit is echt een ontmoetingsplek, dit is super community based eigenlijk. De mensen kennen elkaar, de mensen ontmoeten elkaar hier. Je ziet de kinderen groot worden hier, dus ik dacht, ja, eigenlijk gaat het wel over neighbors en in het verlengde ook over allerlei wereldculturen die je ook wel hier eigenlijk terugvindt. En dat zijn ook onze neighbors, vind ik. Ja. Ja. Moet je daar dan ook je best voor doen om in zo'n buurt je plekje te vinden, om echt een goede buurt te worden? Nee, ik ben van mezelf wel echt een heel sociaal dier. Ik heb dat ook echt wel van mijn moeder, denk ik, meegekregen. Dat is een Amsterdamse vrouw en die babbelt lekker met iedereen. En dat was voor mij gewoon wel echt een behoefte om goed contact te hebben met de mensen hier. En om dat dagelijks leven een beetje kleur te geven. En niet dat je van je werk komt en je stapt je huis weer in en dat was je dag weer. En ik dacht, dat moet voor veel meer mensen, moet die behoefte er denk ik wel zijn. Dus en wij proberen dat hier gewoon heel... heel leuk en gezellig te maken voor iedereen, voor jongen. Maar het is dus ook zo, als je bij jou binnenkomt, dan wil je eigenlijk toch ook wel even een praatje maken. Dan wil je niet alleen die kop koffie en dat lekkere gebakje verkopen. Klopt, ja. Mensen noemen me veelal bij naam. Dat vind ik soms nog steeds heel gek, want dat heb ik ze zelf nog nooit gezien. Maar dat is gewoon ook de manier waarop je persoonlijk bent op social media. En ja, je kent de verhalen uit de wijk, maar ik ga er ook vaak gewoon heel discreet mee om. Mensen komen hier ook echt persoonlijk naar je toe en op dagen dat het wat rustiger is. Dus ja, er zijn heel veel verschillende functies die je eigenlijk bekleedt als je een buurtcafé hebt. Ja. Nou zit jij in Nobelhorst. Dat is eigenlijk een hele nieuwe wijk, een wijk in opbouw. Ja. Wat denk je nou? Ja. Is dat nou makkelijker om dan contact te maken met de buren of juist niet? Ja, Nobelhorst heeft eigenlijk zit een hele filosofie achter. Dus we zijn wel al heel erg bezig met die sociale cohesie via zeg maar het ontwikkelen van buurtschappen en zo. Waarin mensen dus samen dingen kunnen ontwikkelen voor de wijk en daar ook budget voor is, et cetera. Dus ja, ik denk dat mensen dat op die manier een beetje, dat dit gewoon een nieuwe manier is van met elkaar samenleven. En niet meer het in een Phoenixwijk wonen en maar gewoon allemaal je eigen ding doen. En ik denk dat dit wel de nieuwe manier is van wonen. En het is heel erg leuk en heel erg verrijkend. Ja. Ja, merk jij ook dat je belangrijk bent voor de buurt?
Ja, dat hoor ik wel terug in reacties. Als ik wel eens stiekem zeg van, joh, weet je, ik moet een iets grotere ruimte. Dus we zijn echt serieus bezig om te kijken van waar gaan we straks naartoe. En dan raken mensen altijd een beetje in paniek van, oh nee, maar dit hoort erbij. En het kopje koffie is zo belangrijk en niet weggaan hier, hè. Dat hoor je heel veel. Dus mensen vinden dit wel heel fijn dat ze inderdaad ergens met vrienden en familie eventjes 's middags naartoe kunnen. En dat vinden mensen wel heel belangrijk, ja. Ja, dan gaan we even terug naar Veerle. Veerle van Avanti Almere, die dus dit thema heeft bedacht, goede buren. Ja, zijn we een beetje goede buren in Almere, denk je? Ja, want we hebben ook een heel mooi verhaal van Mariette. Die heeft een heel, heel leuk hondje, maar die kan ze zelf niet altijd uitlaten. En mijn buurvrouw, nou eigenlijk strikt genomen is er over, schuin over buurvrouw. En die laat haar hondje iedere dag uit. Echt super lief en heel gezellig. En dan maken ze even een praatje ook. Ja, dus ik begrijp, je hebt niet heel veel ver hoeven zoeken om leuke verhalen tegen te komen van goede... Nee. Ja, je zegt, wil vriendschappen zeggen, maar het zijn eigenlijk dus goede buurschappen. Buurschappen. Ja, dat is wel mooi. Ik ben benieuwd of we nou vrienden of buren of dat het anders is. Ik denk het wel, toch? Ja. Dat het meer is, dat buren meer is die je gewoon op straat tegenkomt, even een praatje mee maken. Dat hoeft niet altijd super diepgaand te zijn, maar is wel belangrijk voor even je dagelijks contact. En je vrienden zijn misschien wat minder frequent, maar misschien iets diepgaander. Ik weet niet, zoiets. Ja. Het kan ook allemaal door elkaar lopen natuurlijk. Ja, dan nog even terug naar Maxime. Ja, maar Maxime, ja, het is wel heel vaak dat ik denk, ja, zijn wel aardige mensen, die buren van mij. Maar ja, we hoeven dus niet echt vrienden te worden. Vind jij nou, want jij ziet heel veel contacten ontstaan tussen buren. Vind je dat we dat toch niet moeten overwegen om een vriendschap te sluiten met de buurvrouw? Ja, vriendschap is wel een heel ander verhaal. Ik ben zelf ook, ik ben goede kennissen van mijn directe buren hier in Nobels, waar ik ook woon. Maar ik heb inderdaad niet hele hechte vriendschappen. Ik vind meer het babbeltje op straat heel erg leuk en dat we elkaar ook echt kunnen helpen. En als het even tegen zit, dat iemand je dag gewoon een beetje kleur kan geven. Maar het is niet alsof we alles met elkaar delen en bij elkaar constant op de koffie zitten. Vaak willen mensen toch ook wel nog een beetje, hè, privé, een beetje anoniem zijn, denk ik. Ja, maar dat gezellige babbeltje helpt natuurlijk wel bij de vraag van, ja, voel je je wel of niet thuis in de buurt, hè? Ja, precies. Ja. Of ik mij thuis voel in de buurt. Ja, nou ja, en of je de andere mensen ook in de buurt daar het gevoel geeft van, ah, ik voel me daar thuis, want ik kan eventjes gezellig bij Neighbor's Kitchen mijn verhaal kwijt. Ja, precies, absoluut. En ik denk ook, ja, heel veel mensen die uit grote steden komen en die nu hier in Almere gaan wonen, die zijn het ook heel erg gewend dat er altijd leven op straat is. Dus eigenlijk van die buurtcafés die ontstaan in die nieuwere woonwijken in Almere, die lijken toch allemaal echt wel een succes, omdat mensen daar echt behoefte aan hebben om gewoon dat er iets gebeurt in de wijk. Weet je, al is het alleen maar het idee dat er iets gebeurt, dat vinden ze gewoon, dat vinden ze wel heel fijn. Behalve het oud en nieuw en het vuurwerk natuurlijk. Ja. Net iets meer, hè? Ja, het moet net iets meer zijn. Ja. Nou goed, jouw mooie verhaal is dus ook terug te lezen bij avantialmere.nl. Want Veerle, daar zijn ook alle andere verhalen te vinden. Weet je al eigenlijk het thema voor volgende maand? Ja, het thema volgende maand is omgaan met het einde. Oh jee, dat klinkt toch wel ineens heel heftig. Ja, klopt. Het is even weer wat anders inderdaad, ja. Nou, maar goed. Ook belangrijk. Zeker. En dan spreken we elkaar weer. Dankjewel, Veerle Korstens en tot Maxime Tevreden maand. Van Neighbor's Kitchen. Doei.